De overheid wil dat het openbaar vervoer meer om de reiziger gaat draaien. Maar wat wil de reiziger eigenlijk allemaal? Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen graag zo snel mogelijk van A naar B willen komen. Hoe korter de reis van deur tot deur, hoe beter. Een groot deel van die deur-tot-deur reistijd zit hem eigenlijk in de tijd die de reiziger kwijt is, buiten de tram, bus en of trein. Het reizen naar en van de halte, het zogenaamde voor- en natransport, en daarnaast de tijd die opgaat aan wachten en overstappen. Om de totale reistijd terug te brengen, kan je de beschikbare voertuigen op twee manieren in het gebied verdelen. Je kan kiezen voor fijnmazig. Meer haltes, maar de bus of tram komt minder vaak langs. Dat betekent minder verreizen naar de halte, maar langer wachten. De andere mogelijkheid is kiezen voor frequent. Minder haltes, maar de bus of tram rijdt vaker. Je wacht dus minder lang, maar je moet wel verder reizen naar de halte. Uit onderzoek blijkt de reiziger te kiezen voor mogelijkheid 2. Liever minder wachten, want wachtminuten duren lang. Voor openbaar vervoer dat vaker gaat, zijn reizigers bereid van verder naar de halte te komen. Ze lopen gewoon iets langer, gaan met de fiets of zelfs met een skateboard. De reis is zo makkelijker te plannen, want de bus, die komt toch wel. Bovendien, minder haltes betekent minder vaak stoppen. En zo is de reiziger sneller op zijn eindbestemming. En als het openbaar vervoer vaker gaat, heb je minder zorgen over het halen van je overstap. Daarnaast blijkt dat de haltes van een frequente lijn meer worden gebruikt. Dat maakt het interessanter te investeren in bijvoorbeeld een fietsenstalling. Zo wordt de reis nog aantrekkelijker. Ten slotte past een frequent netwerk ook bij de trends als de elektrische fiets, de deeltaxi en de zelfrijdende auto's. Zij nemen het fijnmazige vervoer op zich. Zijn er dan helemaal geen nadelen? Jawel. Voor mensen die moeite hebben met lopen, zo'n 6% van de Nederlandse bevolking, zijn die extra meters naar de halte soms wel een probleem. Zij gebruiken daarom nu al vaak alternatieven als vervoer op maat of haal- en brengdiensten. Zo'n hoogfrequent netwerk is bovendien meer dan een papieren werkelijkheid. Berlijn heeft het laten zien. Sinds 2004 rijden er 26 zogenaamde metrobussen. Deze bussen komen om de 10 minuten of vaker. Slecht gebruikte lijnen zijn minder gaan rijden of gestopt. Het resultaat? Het doel was 2% meer reizigers tegen 3% minder kosten. Dat is gelukt. Er waren 30% meer reizigers op de metrobuslijnen. En omdat het netwerk als geheel aantrekkelijker was, groeiden ook andere lijnen. Kortom, kiezen voor frequent is de keuze. Kortom, kiezen voor frequent is de keuze voor de OV-reiziger van de toekomst.